Hallo iedereen, welkom terug bij de derde aflevering van Bare Hands Modpack. En je ziet hier iemand staan in mijn huisje, Nick 1986. Dat is een kameraad van mij die mij komt helpen met in dit modpack. Wat hij vooral graag doet, dat is farmen en dingen gaan inzamelen. Dat is goed, dan kan ik bouwen. En ondertussen is hij rood zand aan het zeven. Ja. Ja. Waarschijnlijk is het rood zand omdat het bloederig zand is. Dan zitten er daarom ook beenderen in. Wat gaan we vandaag doen? Want we hebben wel al wat dingen gemaakt. Gelijk een crucible om lava in te smelten. We hebben nog cobblestone. Ja, kijk hier. En pebbles hebben we ook. Dus dat is natuurlijk zo, want ik heb al wat kussen gedaan. Hè. En om cobblestone te kunnen maken... Dan moet je eigenlijk vrij spelen. En dan speel je het recipe vrij om dit te doen. Want dit kan je gewoon standaard niet doen. Dus je moet dat vrij spelen. Ik weet niet meer juist. Hier niet. Ja. Ja, inderdaad. Als je deze quest af hebt... Dan speel je eigenlijk het recipe vrij om cobblestone te maken met pebbles. Dus deze, heel belangrijk. Want niet dat je denkt van, er ontbreekt er iets. Nee, er zitten wel degelijk de recipes erin. Maar je moet ze vrij spelen. En dat is de bedoeling dat je dat eigenlijk ontdekt zelf. En door. Dus je moet eigenlijk wel de quest wel doen. En vervolgens, als je deze quest af hebt, ja, want ja, hier staat ook, perhaps, you find something new, who knows, who knows. Hè? Dus, ik zal alvast al een kleine spoiler geven. Deze quest speelt de furnace vrij. En, dus, je kan ook eerst geen furnace maken, en dat kan je dan... Dat kan je dan wel, als je die quest hebt vrijgespeeld. Je kan hier cobblestone insteken. Zo. En je moet natuurlijk een warmtebron eronder zetten, zoals een fakkel. En als je ziet, deze fakkel doet niks. Je moet wel degelijk aan zijn. Dus, en we doen die aan met een stekkendoosje. Zo. Voilà. Het is hier wel heel stil eigenlijk. Misschien moet ik een beetje muziek opzetten. De muziek staat helemaal af. Ah, 10%, 5%, 5%. Horen we iets? Nee, we horen nog niks meer. Misschien zelfs. Oké. Dan kunnen we deze ook nog aansteken. Het komt wel redelijk lang toe met zo'n een matchbox. Het heeft een durability van 63. Dat lijkt niet veel, maar het is eigenlijk wel... Zo, we hebben er twee. Of die andere is al op. Dus, ja. Waarschijnlijk is die andere op. We hadden er in ieder geval twee. Het is ook zo dat elke quest die je doet in teamverband... dus bijvoorbeeld, je bent met twee man. En de ene maakt bijvoorbeeld de zeef en de andere maakt bijvoorbeeld de string mesh. Dat telt ook samen voor allebei. En dus die task, en dat noemt eigenlijk een taak eigenlijk, een task. En elke task die is complete door eender wie in je team, telt ook voor iedereen in het team. En als alle tasks af zijn, is de quest complete. En alle rewards kan ook iedereen claimen. Dus het loont zich eigenlijk ook wel als je in een teamverband eigenlijk speelt. Wat we eigenlijk nu gaan doen,
Want Nick hier heeft al redelijk wat spullen ingezameld. Waarvoor bedankt Nick. Hè? En hij is ook wat dorpjes gaan plunderen. Kijk eens hoeveel boeken hij is gaan plunderen. En bijen, ook heel belangrijk, bijen. En want, even kijken. Ja, hij heeft dus heel veel zilver en uranium ingezameld. En wat we dus nu eigenlijk gaan doen, is onze volgende quest. De smelterij. Ik heb al een paar dingen complete. Dus daar gaan we even verder. Maar daarvoor hebben we natuurlijk stokjes nodig, want dat is momenteel het enige wat wij kunnen gebruiken om als brandstof in de furnace, stokjes. En dat is een beetje lastig eigenlijk. Heb ik zelf nu ook al ondervonden. Het beste is eigenlijk om oak trees te planten. En die dan eigenlijk ja, te farmen. Die droppen redelijk wat saplings. En sowieso ook zoveel mogelijk quests te doen. Zoals nee, deze niet. Gelijk deze. Hè. Dan krijg je dead bush. Die kun je veranderen in stokjes. Eens even kijken. Hier krijg je ook dead bush. Hier krijg je ook nog wat. Dat is het dan eigenlijk. En voor de rest kun je niet veel doen nu. Dus stokjes inzamelen. Het is nu al even donker. Dus we gaan nog even wachten. Maar hier heeft hij nog wel stokjes. En je kan het ook elke sapling omtoveren naar stokjes. We gaan even deze boompjes apart zetten. En zo. We hebben al redelijk wat spullen wel. Ik zal hier nog vijf boompjes van wegtikken en veranderen in stokjes. En hopelijk brengt dat genoeg op. Waarschijnlijk niet. We zullen eens kijken wat we nog moeten hebben. Hè. Een fosset en dan 18 van die blokken waarvan we er 7 al hebben. Dit zal normaal gezien niet moeilijk zijn om dat te maken. Als ik mij dat nog goed herinner, was het zo. Ja. Ja. En dan hierboven zie je dan ook dat die test complete is. En dat krijgt ook iedereen in je team ook te zien. Dus ik raad sowieso aan om in teamverband te spelen. Trouwens, wat je ook wel in teamverband hebt is... Ja, nou zie je wel natuurlijk mijn chunks weer. Omdat ik even OP ben geweest. Kijken of dat ik een reload kan doen. Nee, natuurlijk kan ik dat hier niet. Dat is geen probleem. Dat gaan we maar even snel doen. In de console. En dan zou normaal gezien goed zijn. Dat is normaal gezien het enige wat ik moet doen om het te laten werken. Ja, voilà, kijk. Nu zat ik op 20. Ja, die zombies maken veel lawaai. Dus wat ik eigenlijk wou zeggen is, als je in een team speelt, dan tellen jullie claim chunks op en ook de loaded chunks. Dat wil zeggen, je kan dus in teamverband een groter grondstuk claimen. Het loont zich sowieso om in een team eigenlijk in teamverband te spelen. Ik dacht dat ik dit al had opgegeten, blijkbaar niet. Oké. De lichten gaan ook allemaal weer uit. Dat is natuurlijk ook allemaal vervelend. Maar ja, als we binnenkort stroom kunnen maken, dan is dat hopelijk allemaal opgelost. Het is eigenlijk de bedoeling dat je overal lampen zet die stroom verbruiken natuurlijk. Om het interessanter te maken. Zo, overal licht weer. En hier wordt het ook weer licht. En... Och ja, dat is juist. Ik had eigenlijk ons huis ook al groter gemaakt.
Zo lijkt dat niet eens een deur eigenlijk. Ik was ook net de hele tijd aan het denken, oh, hier hangt een schilderij. Maar dat is gewoon een deur en die heeft niet geplaatst. Ik dacht de hele tijd dat dat een schilderij was. Dat is gewoon een deur, oké. Ja, dus een extra ruimte. En dan weet ik nog niet juist waar ik de smelterij ga plaatsen, maar ik denk dat ik die gewoon ergens aan de buitenkant ga zetten. Als we natuurlijk genoeg blokjes al hebben, maar ja, dat gaat niet zijn natuurlijk. We hebben 10. En ik merk dat de server aan het laggen is. Hij zit aan zijn maximum van zijn geheugen, ja. Dat komt omdat ik chunks aan het pre-genereren ben. Ik ga dus even de video op pauze zetten en de server even opnieuw opstarten en de pre-gen stopzetten. En zo terug. Zo, we zijn terug op de server en hij is gerestart en ik heb de pre-genning heb ik even stopgezet. Dat doe ik eigenlijk, die pre-genning, zo om alle chunks al op voorhand te laten genereren, te laden. Dat maakt het laden eigenlijk als je speelt het laden op de server en zo beter. Zorg ervoor dat de server minder wordt belast uiteindelijk. Dat je minder lag hebt, minder geheugen gebruik. Dus dat is eigenlijk wel nodig. Maar aangezien ik nu aan het spelen ben, samen met Nick ook, is dat natuurlijk niet zo gezellig. Dus ik heb het maar even stopgezet. Goed, dat gezegd zijnde, we gaan dus kijken voor stokjes te maken. We kunnen nog altijd geen tools maken. En je moet ook opletten voor die bijen. Dat bedoel ik dus. Als je daar te dichtbij gaat staan, dan prikken ze wel. Ze hebben dat niet zo graag als je te dicht bij hun nest bent. Maar ik heb jammer genoeg wel saplings nodig, dus zolang ze maar zo eens even prikken kan het geen kwaad. Maar zeker niet die hun bijenkorf aanvallen, want dan gaan ze hevig prikken. En nu horen we wel inderdaad muziek. Lichtjes. Ik heb soms de indruk als je die muziek stiller zet, dat die... Hij staat nou op 5%. Toch komt hij nog vrij luid door, vind ik. Het is een irritante boom. Oké. We moeten hier even doorheen bijten. Voilà, daar zijn al stokjes. Waar is deze andere? Ja, oké, hier. Kunnen we strijd zelfs wel doen. Stokjes inzamelen. Oké. Ja, eens dat je die smelterij op hebt gezet, dan gaat alles wel een beetje sneller. Ja. Het is natuurlijk niet simpel. Al is dat natuurlijk wel de bedoeling van dit modpack. Om het niet te simpel te maken. Een beetje uitdagend blijven. En daar zijn mijn saplings. Oeh. Doet pijn. 6 saplings, dat is ook de moeite niet, maar ja. Ja, je kan op geen enkele andere manier voorlopig vuur maken. Nick is natuurlijk wel villetjes aan het plunderen, dus misschien vindt hij daar wel ergens iets.
Als we vuur zouden kunnen maken, dan kon ik charcoal maken. Of wacht, ja. Hij was ook aan het plunderen. Maar hij heeft geen kolen gevonden. En flint en steel kunnen we ook niet maken. Dat zijn allemaal dingen die je ook kan vinden in die villetjes natuurlijk. Ja, vind het maar een keer. Ik vrees ervoor dat we er niet mee kunnen... Dat we er niet mee weg raken. We zullen hoe dan ook eerst deze quest moeten afwerken. Maar we hebben al 10 van die blokken, nog 8 moet ik er hebben. En dat zijn eigenlijk 4 van die bricks per blokje. En dus ik moet er ook 8 hebben, dat zijn er nog 32. Dus ik heb eigenlijk 32 stokjes nodig eigenlijk. En ik heb er 7. Oké, dat is een begin. Ik ga even de video terug op pauze zetten. En dan ga ik eerst eens kijken voor wat meer brandstof in te zamelen. En als ik zover ben, dan zet ik de video terug op en zien jullie me terug. Tot zo. We zijn terug en ik heb natuurlijk nog altijd niet genoeg stokjes. Maar... zoals jullie zien, ik heb hier iets anders. IJzer. En je zou denken, ah, hoe komt die daar aan? Ik heb namelijk een random teleport gedaan. En ik zal even teruggaan. And you can only go back once. Oké. Oké, dan kan ik niet teruggaan. maar ik was daarnet in een village. Ik was gespawned in een village en er was een blacksmith huisje en daar zat dit in, dit en wat appels. Ja, dat is wat ik heb gevonden. Die helm die gaat meteen op mijn hoofd. En ik heb hier een arc furnace blueprint. Nice. En die kan je normaal gezien niet zo krijgen. En nu hebben we die toch al. Voilà. Wat is nou eigenlijk ideaal om dit? Is dat wij flint en steel kunnen maken. En dan kunnen we dingen in brand steken. Dat is ook goed. Want dan kunnen wij een charcoal pit maken. Met deze wooden piles. Eens kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 is genoeg. Oké. En, even dat licht allemaal terug aandoen. En dan denk ik dat we binnenkort goed kunnen starten. Want dan kunnen we nu charcoal gaan maken. Ja, natuurlijk. Dat skelet zit daar natuurlijk. Ik heb hier zelf ook maar 3 pijlen. Ik denk niet dat ik een boog heb. Nee. Oké. Met die pijlen gaan we ook niet gooien uiteraard. Die nootjes. Die steken we hierin. Misschien kunnen we dat skelet wel in brand steken. Alhoewel, het regent, ze zou niet veel nut hebben. Oké. We kunnen hier momenteel niet weg. Maar misschien kunnen we wel... misschien kunnen we hier wel. 1, 2, 3... gewoon... 9 vakjes, dat is genoeg. Zo. En dan plaatsen we die wood piles daar zo in. Hopla. We plaatsen daar iets bovenop. En we laten één open. We steken dat in brand. En dan bedekken we dat.
En dan hebben we een charcoal pit. En dan laten we dat gewoon een beetje branden. En dan een tijdje, als dat volledig is uitgebrand, dan gaan dat allemaal zo grijze blokken zijn en dan krijg je daar as van en charcoal. En natuurlijk, deze flint en steel maakt alles natuurlijk een stuk gemakkelijker. Dus ja, hierdoor kunnen we nu charcoal maken. En dan kunnen we dat gebruiken als brandstof en dan hebben we in no time onze smelterij op poten gezet. Even zeggen. Dan weet je ook wat dat is. En dan allemaal zeggen dat hij dat niet moet open doen. Want hij zou wel eens curieus kunnen zijn. Oké. Okay. En dan laten we dat gewoon lekker branden. En als dat klaar is, dan gaan we wel eens terugkijken. En ja. Ja. En die gaat hij weg. En dan zien we hem later ook waarschijnlijk wel terug. Hij moet even ook wat in zijn privéleven wat dingen doen. En ik zet even de video op pauze en dan als de charcoal pit uitgebrand is, dan kunnen we een keer een kijkje nemen. Tot zo dadelijk. Zo, en we zijn weer terug. Ja, en het is ondertussen licht. En we zien een zwevende boom. En skeletten die op de wacht staan. 1, 2, 3 en ik denk Ginter ook. Oké, blijf toch maar even binnen. Ja, oké. Okay. Het is hier vrij donker binnen wel. En volgens mij is de charcoal pit klaar, dus we gaan hem open doen. Kijk. Allemaal mooie grijze asblokjes. Normaal gezien, kijk, dat is toch wel een lekkere hoop charcoal, niet? Ah, we gaan dit in 0,0 smelten. Zo, en ik heb zelfs ondertussen een pickaxe gemaakt met het beetje iron dat ik had. Dus ja. Kunnen we bijvoorbeeld deze stenen weghakken. Wat is dat skelet naartoe? We gaan even naar buiten. We moeten toch even wachten tot alles is gesmolten. Of gebakken in dit geval. We hebben hier zelfs een plasje water, dat is ook wel ideaal. Ik denk dat ik ook een bijl gewoon ga maken. Ja? Laten we dat doen. Een bijl maken. Dat zal wel handig zijn. Eens kijken. Ah ja, nee. Moet eerst stokjes hebben natuurlijk. Dat is vervelend. Dan pak ik maar even twee van die. Hopla. Hoe ver zit die hier? Dat gaat wel vooruit. We maken snel een bijl en dan gaan we nog wat bomen hakken. Dan zetten we een nieuwe charcoal pit op. Ouch. En het leuke van
van dit is. Namelijk, je kan gewoon een boom hakken. Zo. Of je duwt op de shift en je hakt de boom in zijn gehele om. Hoe handig is dat? In één keer. Met die grote bomen weet ik niet of ik dat moet riskeren, maar dan zal mijn bijl direct kapot zijn, denk ik. We kunnen wel deze stompjes allemaal even omhakken. Deze zou misschien ook wel handig zijn. Ja, oké. Voilà. Super handig. Drie skeletten en ze lopen allemaal lekker weg. Kom maar jongens, kom. Goed, dan gaan we eens zien. We hebben hier genoeg jungle wood. Dan gaan we gewoon nog wat bijmaken. Moet er wel meer zijn. 6. We moeten er 9 hebben, hè. Oké, 9. Voilà. Dan plaatsen we die gewoon hier te gun. Hop, hop, hop. En dan doen we gewoon hetzelfde. Ding. Dicht doen. En laat maar bakken. We hebben lekker veel charcoal nu. Nu kunnen we van alles doen. We kunnen zelfs eventueel nog een oven bijmaken. Dat lijkt me wel super handig. Ik ga dat ook even doen. Waar ga ik die natuurlijk zetten? Voorlopig hier. En deze zet ik daar even onder. Neem ik hier een beetje weg. Daar. En wat kunnen we dan doen? Gaan we iets bakken? We kunnen misschien beter gewoon dit even gewoon in twee delen. Ja. Ik denk dat we de smelterij wel kunnen maken nu. Ja, mijn crushing table staat daar. Eens kijken. 6. Oh, net een blok te weinig. Nog 2 bricks heb ik nodig. Ja, oké. Okay. En... tadaa, quest complete. Gaan we eens kijken naar onze quest. Ja. Dan krijgen we gewoon nog zo 12 blokken bij. 2 XP levels, 12 cobblestone, een flesje honing en 2 appels. Dat zijn heel wat spullen. En nu kunnen we 3 kanten op. De charcoal pit. Die hebben we ook net al gedaan. Ja goed, hè. We gaan sowieso nog moeten maken. Voor deze quest. Zo. Hè. 32 ash en 90 charcoal. Even dat in mijn inventory steken en terugzetten. Dan is dit normaal gezien geüpdate. Ja, dit is geüpdate. Ja, wat we dan gaan doen is de smelterij bouwen. Maar dat zal ik in de volgende video doen. Dan zet ik de smelterij klaar. En we moeten dit ook maken. 2 terracotta. Buckets. Nu ben ik aan het twijfelen. Ben ik dit recipe vergeten of moet ik dit ook vrij spelen? Dat weet ik eigenlijk nog niet. Ik denk dat ik dat ben vergeten toe te voegen. Want ik kan deze klei bucket momenteel niet maken.
Dat is wel irritant, want als ik dat niet kan maken, kunnen we niet verder. Dus ik veronderstel dat ik dat ben vergeten, dus ik ga dat wel sowieso eens nakijken. En ja, dat gaan we in de volgende video zien. We hebben onze blokken klaar voor de smelterij te maken. Onze charcoal pit is ontlopen. En het is al terug donker. Ik ga eens kijken of ik die stekjes kan maken. Nee, dat moet. Ja, zo. Heb ik papier nodig? En houten plankjes. Dat is juist genoeg. Voilà. Kan ik terug mijn fakkels aansteken. Het is hier mij iets te donker dan mijn goesting. Ja, dat is beter. Zo. Voilà. Goed, dan is het einde van de derde aflevering. En dan zie ik jullie bij de volgende aflevering. Dan ga ik sowieso de smelterij eerst bouwen. Dan gaan we van alles beginnen smelten. En ik ga sowieso die klei-emmer eens nakijken, of dat het wel klopt. Misschien moet ik iets vrijspelen voor, ik weet het meer, ik kan het me niet meer herinneren. Ik heb zoveel erin moeten programmeren, dat ik het allemaal niet meer heb onthouden. Ja goed, dan stop ik hier de video en dan zie ik jullie bij de volgende video. Tot dan, dag!